Kijk, hier kan je zien hoe deze negatieve scanner werkt. Ik heb er nu een 6x9 negatief in en ik heb de fotoscanner ingeschakeld op mijn smartphone. Pak ik nog eigenlijk het zwaar onderbelichte negatief erbij. En ik hou hem even boven wit papier, want dan krijg je een egale achtergrond, dat is heel belangrijk. Kijk, hij is heel simpel. Het is gewoon een stukje karton, netjes gevouwen. En zo gemaakt dat je er een negatief in kan schrijven. Verder is het niks. En met Photoshop heb ik dan toch echt behoorlijk goede negatieven, zoals je ziet. Er zijn allebei beelden uit Wageningen.